Wie heeft de sterkste arm van Nederland? Die vraag werd vandaag in Hilversum beantwoord op het 13e Nederlands kampioenschap armworstelen. Een echte sport volgens de deelnemers. Het gaat niet alleen om brute kracht, maar ook om techniek. Ready, go! Het is specifieke kracht en techniek. Als jij wel kracht hebt, maar geen techniek, dan verlies je. De deelnemers kwamen uit Amsterdam, Heerdegewaard en Urk. Vooral in deze plaatsen wordt fanatiek aan armworstelen gedaan. Het is echt een sport met regels. Ook, het is ook anders dan het armpje drukken zoals men dat kent. Het is echt armworstelen. Dus dat wordt niet alleen met de onderarm gedaan, maar met het hele lichaam. Je beweegt feitelijk je lichaam. Pols. Kim Tesselaar uit Heerdegewaard is een van de beste vrouwen in het armworstelen. Ja, het is gewoon mijn sport. Het zit in me. Ja, ik vind het gewoon. Ik hoef geen andere sport meer te doen. Hoe komt een meisje terecht bij armworstelen? Mijn zus zag een krantenknipsel in de krant. En zijn we een keertje langs geweest. En ben nooit meer weggegaan. Ja, zo zijn goed aan. Ja, het is natuurlijk wel een beetje een macho ding, maar het is toch ook wel zo dat minder sterke mensen of minder grote mensen kunnen er ook aan meedoen. Er doen ook vrouwen aan mee, dus dan is het eigenlijk al geen macho sport meer. Dus het is wel voor iedereen eigenlijk. Het wordt ook de invaliden beoefend, hier dan toevallig niet, maar internationaal wel. Er gaat zelden iets mis bij het armworstelen. Toch was er vandaag een deelnemer die naar het ziekenhuis moest. Wat gebeurde er nou net aan tafel met die jongen? Ja, geen idee. Hij voelde heel sterk aan. En ik zette wat meer kracht erop en kracht was in één keer weg. Ik ben al een broek van eigenlijk, maar het voelde heel raar. Want hij heeft wat gebroken of zoiets? Ja, hij is aangebroken, ja. Gaat hij om? Blijf staan! Ready, go! Stop! Winnen! We hebben hem binnen! Boris! En dan nog het weer.